بدين شويه بقعد اشوف.
Thank you.
Dat zie ik graag, zeg. Ja. Die zat een document daar in 92, hè? Ja. Die hebben dan een performance gedaan, hè? Ja, die zijn overal 10 jaar. Dat zijn de volgende.
dames en heren raadsleden, geachte genodigden, een sprookje. Er was eens een Antwerps echtpaar dat schoenen bekreeg en van hedendaagse kunst hield. Op een dag besloten ze die interesse te verenigen en de versleten werkschoenen te verzamelen van hedendaagse kunstenaars. De respons was overweldigend. Meer dan de helft van de kunstenaars maakte van hun schoenen spontaan een kunstvoorwerp. Duizenden brieven, faxen, telefoontjes, e-mails waarschijnlijk. Later waren Pierre Bogaerts en vele spenders de trotse bezitters geworden van een onvergelijkelijke collectie van meer dan 900 stuks. Geachte genodigden, welkom in het Kamersklooster. Tot 26 augustus het enige echte museum voor schoenenkunst. Het probleem is dat deze prachtige woordspeling een beetje te Antwerps klinkt. Het doet mij een beetje denken aan een prachtig stuk uit een speech van Tom Lanois op een banket van Zal wel gaan, wanneer hij vond dat naast het Grutus Museum in Brugge we in Gent een museum van de Brutus moesten komen. Het zijn alleen Gentenaars die dat zullen begrijpen. Maar 6 weken lang is hier de wonderlijke collectie uit het mini-sprookje de schoenmakers en hun 900 schoenen te zien. Het is een wat ongebruikelijk sprookje. Men ziet het direct wanneer de mensen binnenkomen en beginnen te kijken. Het roept ook ongelooflijk en ongebruikelijke vragen. Zijn de verzamelde schoenen schoenen gebleven of zijn ze iets anders geworden? Kunst misschien. Het vraagteken blijft en onder meer dat maakt die expositie zo boeiend. Op de uitnodiging van vanavond, die u waarschijnlijk allemaal thuis hebt gekregen, dat hoop ik toch, was de bijdrage te zien van de Oost-Vlaamse kunstenaar Johan Dahl, een paar sportschoenen op een wereldbol met daarvoor de letters OR, het oog. Van Johan Dahl is het Frans oor voor goud. Een verwijzing ook naar de alchemisten, die prachtige geleerde op de grens tussen wetenschap en magie, die van lood goud maakten of zochten te maken en die naar de steen der wijsheid zochten. Meteen een metafoor voor deze tentoonstelling, waar de kunstenaars met voorwerpen die wij naar gebruik achter ons wegwerpen, objecten maken. Objecten die tot onze verbeelding spreken. Een sterrenbeeld dus, dat ook het mission statement van het Kamersklooster bevat, zoals wij het graag willen zien groeien. Een ode aan de verbeelding, als een uitdagend antwoord op grijze, ongeïnspireerde, routinematige denkpatronen. En de tentoonstellingsmakers van vandaag mikken daarbij meer. Misschien op de appreciatie van het kind, dat wij alle moeten blijven, dan op de lof van de cynische volwassenen die alles al denken hebben gezien en dus de ogen stevig dichtknijpt. Het Kamersklooster wil net de ogen openen voor de schoonheid in het alledaagse en het vertrouwen. Ik heb zelfs een klein cadeau mee, die ik aan Pierre Bogaerts en Vele Spenders gaat geven. Mijn vrouw en ik waren vorige week in Rome en aan de Arapakis, rond het mausoleum van Augustus, is een groot hekje waar kleine sokkeltjes zijn. En daar zat een eenzame kunstenaar die op 30 van die sokkeltjes objecten had geplaatst met prachtige kleine teksten. En een van hen was een paar schoenen. Een paar schoenen met kleine titel, Scalza barefootend déchaussé. U krijgt ze direct. Het is een stuk voor uw collectie. In een van de mooie momenten die velen hebben gezien op alle televisies ter wereld, in 1960, in oktober,
tijdens de vergadering van de Verenigde Naties, kort na de eerste Stalinisatie en het 20e partijcongres in de Sovjet-Unie, was een bijzonder boeiend man, Khrushchev, daar aan het woord. En hij had een voorstel toegelicht om alle landen die onder koloniaal bewind waren, onafhankelijkheid te krijgen. Maar de Filipijnse afgevaardigden, die nog erg onder de gloed meeleefden van de Verenigde Staten, verklaarden dat dit toen ook moest gelden voor de door de Sovjet-Unie beheerste Oost-Europese landen. En toen trok Khrushchev zijn schoenen uit. En hij sloeg met volle kracht op tafel. Ik doe dat ook. De tentoonstelling is gekomen.